Tijdens Bartholomeusdag stonden zij met een kraam in de Kerkstraat en hebben wij al een collega gesproken. Nu aan tafel Joost Buitendorp en Aart Jongejan. Welkom hier aan tafel. Dankjewel. Jullie zijn allebei werkzaam bij Kernkracht. Joost, wat is Kernkracht? Kernkracht is een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid. Dat wil zeggen, wij proberen te ondersteunen waar we kunnen mensen die dat nodig hebben. Jullie zijn beide straatadvocaat. Leg heel even uit, Aart. Nou, dat is toevallig dat we hier als straatadvocaten zitten, maar daar willen we het best wel over hebben, uiteraard. We zijn allebei werknemer van Kernkracht. En als straatadvocaat ben je dan, heb je een hele speciale functie eigenlijk. Wij zijn vertrouwenspersoon en ook wel belangenbehartiger voor dak- en thuislozen of mensen die dat dreigen te worden in de regio Midden-Holland, dus ook in Knippenwaard. Zijn jullie samen van Kernkracht als straatadvocaat? Maar er zijn natuurlijk ik heb collega's gesproken die begeleiden mensen ook. Hè? Met problemen van drugs en alcohol. En vangen jullie eigenlijk dat op weer wat ze dan nodig hebben? Wij zijn geen hulpverleners. We noemen onszelf ook wel hulpverleners. Wat belangrijk is, we zijn een onafhankelijke cliëntenorganisatie. Ja. Dus mensen die ergens in zorg komen of die daaruit komen en die met vragen zitten of de weg in al die nieuwe ontwikkelingen binnen die wet maatschappelijke ondersteuning, langdurige zorg en zo, kunnen ze bij ons terecht op spreekuren. Hier bijvoorbeeld iedere week in Krimpen aan de Lek in het cultuurhuis. Eén keer per twee weken moet ik zeggen, van 10:30 tot 12:30. En in Schoonhoven, iedere eerste woensdag van de maand in het Thalmahuis. Ik geloof dat ik dat goed zeg. Op de Oranjeplaats. Oei, ik ken de regio nog niet zo goed wat dat betreft. En daar zitten mensen van ons voor spreken. En daarnaast hebben we ook onder andere maatjesprojecten, waarbij mensen uit de Krimpenerwaard en uit andere plaatsen in de regio een beroep op ons kunnen doen om eventueel mensen aan elkaar te koppelen als maatjes. Ja, want Joost, Kernkracht zit in Gouda. En ja. Is dat sinds kort dat jullie de Krimpenerwaard erbij hebben of is dat al wat langer? Dat is al wat langer. Wij zijn altijd al een organisatie geweest, een cliëntenbelangenorganisatie voor heel Midden-Holland. Oh, oké. Sinds 1 juni afgelopen jaar heten wij echter Stichting Kernkracht. En daarvoor heten wij ZOG-MH. En dat stond voor een hele lange uitleg. Ja. Een hele lange naam. Ja, Kernkracht is heel, dat zegt eigenlijk al, hè, van een heel krachtig woord ook. Kernkrachtig, ja. Ook omdat wij met onze tijd mee wilden gaan, hebben we de naamsverandering doorgevoerd. Ja. Ja. En onze taak is heel Midden-Holland, en dat beseffen wij ons ook heel erg goed. Want door alle maatschappelijke en decentralisatie zie je dat iedere plaats van belang wordt. En veel van onze klanten kunnen of willen niet zo graag naar Gouda komen. En terecht, ik hoorde straks het vervoer van de dagbesteding, heel veel van onze klanten hebben een minimale uitkering. Dat kan via zijn, dat kan eventueel bijstand zijn. Gelukkig niet allemaal. En het kost je nogal wat centen, wat euro's, om richting Gouda te kunnen gaan. Ja. Dus we zitten heel graag ter plekke. En we werken ook heel graag samen met praktijkondersteuners, met sociaal team en dergelijke. Ja, en onbekend maakt onbemind. Als we ons gezicht vaker kunnen laten zien, denken we ook dat onze belangenorganisatie, maar ook de zorg en ondersteuning van mensen te goede komt. Nou ja, daarom heb ik jullie ook eigenlijk uitgenodigd. Mm-hmm. Omdat ik jullie collega heb ontmoet op Bartholomeusdag, Dora. En dat ik dacht van dat is wel heel mooi, omdat eigenlijk ook bij de Waard aan tafel, wat toch heel veel bekeken wordt. En nou zag ik wel even bij jullie titels, ik pik er ook zomaar wat uit, dat jij bent als straatadvocaat speciaal voor jongeren, dat je daarop meer gefocust bent. Dat is inderdaad waar. Ik ben een jongere straatadvocaat. En ik richt mij met name op jongeren tussen de 17 en 27. Dat is breder dan het wettelijk kader, want dat richt zich tussen de 18 en 23. Maar problemen beginnen vaak eerder en lopen ook langer door. Is er in de Krimpenerwaard ook heel veel behoefte aan? Want ik denk dat mensen dat helemaal niet weten. Want het is altijd ver van de wetshow, noem ik het altijd maar. Totdat je natuurlijk mee te maken krijgt. En dan, maar
Zijn er veel, ja, hoe noem je dat, cliënten? Of ik weet niet wat voor naam je eraan geeft, maar... Nou, ik krijg wel met regelmaat vragen uit Krimpende Waard. Als je mij vraagt om harde cijfers van hoeveel dakloze jongeren zijn hier nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik weet uit ervaring, ken ik een aantal mensen die ook met regelmatig hun deuren openstellen om mensen te willen opvangen. Wat eigenlijk niet mogelijk moet zijn, hè? Daklozen in de Krimpende Waard, überhaupt niet in Nederland. Ja. Want iedereen moet gewoon een dak over zijn. Landelijk zijn de cijfers zo'n 12.500 jongeren die dan geregistreerd staan. Je moet ze de kost geven. Dat is een wrange opmerking in dit verband. Die eigenlijk ook thuisloos zijn. En bij vrienden, vriendinnetjes of ooms of tantes, opa's op de bank slapen. Daar sta je versteld van. En wij merken ook naarmate er meer bekendheid is. Ik zie dat heel duidelijk bij Joost de laatste maanden. Dat er steeds meer ook hulpverleners of familie naar ons toe komen en zeggen: help, mijn kind is dakloos of wil gaan zwerven. Maar ook hulpverleners die zeggen: ik weet niet precies wat ik moet doen. En dan zijn wij vaak toch verbinders. Ik denk ook wat smeerolie. Ja. Vanavond stonden wij hier, opeens kreeg Joost telefoon van een jongere van 19. En die zegt: joh, ik heb geen onderdak voor de nacht, want het leger des heils in Gouda, de opvang zit vol. Ja. Nou, wij hebben ze even elkaar aangekeken en gezegd: zullen we kijken of dat we wat kunnen onderhandelen of gewoon druk uit kunnen oefenen. Nou, dank aan het leger des heils, want uiteindelijk heeft deze jongen voor deze nacht onderdak. Ja. Hoe kunnen mensen met jullie in aanraking komen? Mensen kunnen altijd via de website. Ze kunnen bellen, mailen en appen. De website is www.kernkracht.nl. Sorry. Voor meer informatie. Daar staan alle projecten op van Stichting Kernkracht. Waaronder het project Straatadvocaat en Jongerenstraatadvocaat. Ik ben telefonisch bereikbaar. En via de e-mail. Dat is. En dat vinden ze allemaal op www.kernkracht.nl. En daar liggen hierop verspreid al een aantal folders. We hebben toch wat reclame gemaakt. En onze visitekaartjes verspreiden we graag. Ja. Want ik denk namelijk dat het is een beetje evangeliseren, maar dat het heel belangrijk is. Als ik zie dat dagbesteding inmiddels in 6 jaar tijd 13 projecten hier heeft. Er is vandaag een rapport uitgekomen over dagbesteding voor mensen in de zorg voor verstandelijk beperkten. Daar heeft ongeveer 80% heeft een dagbesteding of een zingeving. Binnen de geestelijke gezondheidszorg is dat een schamele 22%. Dak- en thuislozen zullen we het maar even niet over hebben, want dat is vaak overleven. Dus daarom waren jullie heel erg welkom hier bij de Waard aan tafel. En ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Mooi project. Ja, als je daar geen indruk van hebt, dan heb ik eigenlijk... Nee. Ja, dat denk je niet bijna natuurlijk. Hè. Bedoel, bij ons in de Krimpende Waard komt dat niet voor. Nee. Daklozen. Nee, natuurlijk niet. Ja. Maar het is wel zo, dat hoor je. Ja, dan schrik je dan, hè. Zelfs vanavond dan nog. Ja, schrik je.